Vogelspinnen, schorpioenen en meterslange slangen. Het kruipt of glijdt dit weekend allemaal rond in Nieuwegein. Het houden van een reptiel is hartstikke populair. Toch denkt niet iedereen eraan om er eentje in de woonkamer te zetten. Nee, dankjewel. En jij zou hem niet thuis willen hebben? Nee, zeker weten niet. Ja, slangen nog wel leuk, maar daar zitten ook spinnen en die vind ik wel eng. Wie wil hem aaien? Heel voorzichtig, ik hou hem wel even vast. Ik wil hem vasthouden. Deze kinderen hebben niet zo moeite met reptielen. Nee. Waarom niet? Omdat ik hem schattig vind. Volgens mij vind jij deze dieren wel leuk. Ja. Hey, en waarom? Wat is hier nou zo leuk aan? Dat is de tong naar buiten steekt. De kinderen krijgen eerst kleine reptielen te zien. Zo raken ze vertrouwd met de dieren. En als toetje krijgen ze... een Argentijnse hagedis te zien. Dat is een flinke jongen. Dat is een flinke jongen. Mooi dier. En we gaan nou eens even kijken of de kinderen dit ook durven te aaien. Nou, dat gaat prima hoor. Hoezo niet aaibaar? Dat valt best mee. Hij zit nu heel rustig op mijn schouder en hij laat zich goed behandelen. En je moet er heel rustig en voorzichtig mee zijn. Maar zijn leuke huisdieren. U denkt erover om een slang in huis te nemen? Nou, die jongens die vinden het heel erg leuk. Dus ik had zoiets, ik wil eerst even informatie opvragen van wat er allemaal bij komt kijken. Dus ik vind het wel leuk. Heeft u al een mooie gezien? Wij hebben een heel kleintje daar gezien, maar het blijkt dat zo'n kleintje ook heel erg groot gaat worden. Dus we gaan er even nog even over denken. Mocht u er ook over denken om zo'n schatje aan te schaffen, vraag dan morgen eerst even advies in Nieuwegein.